Het audiomerk Pure heeft al vaker DAB-ontvangers, of DAB Plus-ontvangers in ons geval, voor in de auto gemaakt. Met de Highway 600 komt een compleet nieuwe generatie. En het leuke van deze DAB Plus-ontvanger is dat het relatief simpel moet zijn om deze in te bouwen in de auto. En dat is fijn voor iedereen die van DAB Plus onderweg wil genieten in plaats van het ouderwetse FM. Van de andere kant, dat inbouwen was altijd een crime. En dat wordt hiermee, als het goed is, een heel stuk makkelijker. Bijkomend voordeel is dat er ook nog eens een Bluetooth hands-free systeem in zit. Dus heb je een oude Bluetooth hands-free oplossing, kun je hem eigenlijk vervangen voor dit. En heb je dat nog niet, dan heb je dat in één keer goed geregeld. First wireless display, dus dat klinkt interessant. Playlist ondersteuning. Dat is ook leuk. Je kunt je voice assistant van je smartphone ook nog eens activeren met deze Highway 600. En dat is natuurlijk heel erg comfortabel voor iedereen die daar heel veel gebruik van maakt. Nou, ik ga het doosje uitpakken, maar het doosje is wat klein. Tijd dus om eventjes in te zoomen. Goed, de doos van de Pure Highway 600 van dichtbij. De belangrijkste functies staan er dus op. Uiteraard ondersteuning voor iOS en Android en Spotify. DAB Plus ondersteuning, Bluetooth, muziek, microfoon voor je voice assistant. En hier dus al een heel kort plaatje van hoe je hem moet installeren. Moet iets op het raam, moet iets verder op het raam. Je gebruikt je 12 volt adaptertje en je krijgt USB poorten daarvoor terug. We gaan hem checken. Het nadeel van dit soort dingen is heel vaak dat ze ook geen rekening houden met het feit dat je misschien nog een tomtommetje of iets dergelijks in je auto hebt geplukt. Dus ook daar ga ik natuurlijk op beoordelen in hoeverre dit systeem vriendelijk is voor andere systemen. De handleiding, een hele dikke jongen. Twee batterijtjes, dat is altijd fijn. Ik erger me soms aan hoeveel producten nog binnenkomen, zeker als het gaat om speelgoed. Maar niet standaard even wat rijtje bij worden gedaan. Die dingen kosten geen rol meer tegenwoordig. Dus het is gewoon netjes aan fabrikant ze erbij doet. Pure snelweg doet ze er gewoon netjes bij. Hier is de microfoon. Microfoontje voor de Bluetooth, voor het hands-free bellen. Microfoontje ziet er professioneel uit. Kan niet anders zeggen. Met hier aan de zijkant. Een audio filtertje en hier aan de voorkant. Dus ik denk dat dit best wel eens een heel mooi, heel fijn microfoontje zou kunnen zijn. En hier natuurlijk een bekende audioplugje. Dan vinden we de 12 volt adapter met twee USB uitgangetjes erop. Dus je tomtom kun je hier gewoon bij aansluiten. Dan hebben we hier een plakketje. En dit zal zijn, denk ik, voor het wireless display om dat aan te sluiten. En dat vind ik wel gaaf, hè? Dat idee van de wireless display. Dan heb ik hier een antenne. En dit zal een DAB Plus antenne zijn. Warning, do not twist, bend or fold. Dat heeft alles te maken met de gevoeligheid. En dit is deze antenne moet je dus op je raam plakken. Dat betekent dat als je schade hebt op je autoraam, dan moet die denk ik vervangen worden. Dat is ook een hele leuke vraag voor ons om te stellen aan Pure. Kun je inderdaad bij autoruitschade een nieuw antennetje krijgen? Die mag dus niet kapot gaan. Er mogen geen kreukeltjes inkomen en dat soort dingetjes. Want dan gaat het ten koste van de effectiviteit. Dus hier moet je heel voorzichtig mee zijn. DAB Plus, in tegenstelling tot FM, zendt 1 en 0. Of ze komen aan, of ze komen niet aan. Of je hebt gewoon een heel goed ontvangst, of totaal niet. Dit is, ja, wat zou dit zijn? Ook een soort van antenne-achtig iets. Deze moet in ieder geval ook op de ruit geplakt worden. Maar wat het precies is, geen flauw idee. Hier zit in ieder geval de USB-aansluiting op, dus dit zal in ieder geval een stukje stroomverdeling zijn. En hier zit een audio aansluiting op. Die zal waarschijnlijk dan in jouw radio gaan. Leuk. Dat maakt het meteen wel een stukje spannender. Een alcohol prep pad. Die gebruik je om je raam schoon te maken op de plekken waar je dus inderdaad je antennetje gaat plakken en dat soort dingen. Je hebt hier een aantal 3M klemmetjes, of 3M tapejes op klemmetjes. Dat is om kabels te geleiden.
En ik heb hier, wat natuurlijk heel erg belangrijk is, het displaytje. Die zit keurig in folie ingepakt. Zo. En ja, dat ziet er gewoon heel netjes uit. Een klemmetje achterop, dat gaat natuurlijk hierop. Een balgevrichtje. Zodat je hem kunt positioneren zoals voor jou wenselijk is. En het is een draadloos displaytje, dat betekent dat hij op batterijtjes werkt. De twee meegeleverde batterijtjes, daarvan is de functie dus ook meteen duidelijk. Dit is het. Dus dit hoeft niet met snoeren aangesloten te worden. Dat betekent dat alle logica hierin zit. Dit is dus eigenlijk de centrale unit die met de antenne overweg zal gaan. Waar deze denk ik ook op aangesloten wordt. Ja, lijkt er wel op inderdaad. Ja, zeker. Die past hier keurig in. En dan is de kwestie van de boel om je vooruit heen te plakken. Het lastigste als je dit zelf gaat doen zal ongetwijfeld zijn om hem op de radio aan te sluiten. Daarvoor heb je dus deze analoge stekker. Heb je een analoge ingang op je radio bij je dashboard, dan kun je hem meteen op kwijt. En anders dan zul je eventjes achter je radiomodule moeten gaan zitten klooien. Dus dat zal eigenlijk de grootste uitdaging zijn. Voor de rest denk ik dat dit behoorlijk makkelijk te installeren is. Ik ga dus ook aan de slag om dit te installeren en ik ga daar in mijn ervaring natuurlijk met jou delen. En ik ben benieuwd. Ik hoop dat ik hier een hele mooie, hele fijne gebruikservaring uit ga halen. En dat ik hiermee in mijn iets oudere auto toch ook eindelijk naar DAB Plus radio kan luisteren. Want daar is het mij natuurlijk allemaal om te doen. Wil je meer weten over hoe het mij is bevallen om de Pure Highway 600 te installeren, of het überhaupt gelukt is? Check dan even de link onderaan de video. Vertel ik ook alles over de geluidskwaliteit, de ervaring met de Bluetooth headset, de hands-free set die erin zit. Ik ga nog eventjes uitzoeken hoe dat zit met het vervangen van dit antennetje op het moment dat die kapot is. Want dat is en blijft iets waarvan ik zeg van het is toch wel heel belangrijk om daar duidelijkheid over te hebben. Dus wil je meer weten over dit setje, want ik ga zo lekker klussen. Check die link onderaan de video en dan komt alles helemaal goed. Ciao!